op en neem. Al mot ik krupen. Dag Katie. Hallo. Oh, voor het eerst op de Sint-Stevens toren. Ja, voor het eerst. Ja. Ik schaam me dood, maar ja. Want je komt echt uit die binnenstad, hè? Ja. Ik ben daar geboren en getogen, op de Burgstraat. Op de Burgstraat? Ja. En ja. Je ouders wonen daar en ja, mijn ouders hadden ze een winkel? Hadden een café-restaurant, Populair heette het. Populair? En waar zat dat dan op de Burgstraat? Naast Old Dutch. Nou, ik kom zelf ook uit de binnenstad, maar ik heb nooit geweten in mijn gedachten dat daar ook nog een café zat, een restaurant. Ja, ja. Links van ons was Moor. En een eindje verderop had je Van den Berg, een delicatessenzaak. Helemaal op de hoek zat de Gerson. Gerson? Ja. Toch een bekende naam, ja. En dat café hadden ze voor de oorlog of daarna? Nee, mijn ouders zijn in de oorlog hier komen wonen. Want mijn vader heeft altijd gevaren over de hele wereld. Ja. Maar omdat het te gevaarlijk werd, is hij toen naar Nijmegen gekomen en een restaurant begonnen, ja. Restaurant begonnen. En je moeder komt ook uit? Uit Bussum. En mijn vader kwam uit Amsterdam. Ja. Goed, maar jij geboren en getogen dan op die Burgstraat. Ja. Waar ging je naar school? In de Dominicanessenstraat. Ja? Dominicanenstraat. Ja, Dominicanenstraat. Heb ik op de kleuterschool, de lagere school en de MULO gezeten. Ja. Ja. En vervolgens op de HBSA, op de Bijlevertsingel. Bijlevertsingel, de meisjes HBS. Nee, ik was niet zo'n lief meisje, dus dat mocht niet. ik dacht dat altijd op de Bijlevertsingel, dat was toch de meisjes HBS? Was het gemeente? Nee, het was de MMS aan de overkant. De MMS aan de overkant, ja. Klopt. Maar ik zat gewoon op de HBSA. HBS. Ja. Ah, kijk aan. Ja. En toen? Toen ben ik gaan werken. Ja. Uiteindelijk, ja, ik heb nog bij bij Estelle gewerkt, dat mooie gebouw wat nu appartementen gebouwd van gaan worden, ja. En de bureau studentenarts heb ik gewerkt, de Radboud. En tenslotte dan bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen. Kijk, ja. Zeg de rest van de burgemeester. En de wethouders, ja. Welke en de secretaris. Welke burgemeester? Dat was burgemeester Hermsen. Hermsen? Ja. Nou komen we natuurlijk een hele hoop te weten, hè? Wat was Hermsen voor een burgemeester? Ja, ik vond een fijne burgemeester. Ja? Ja. Ja, want hij was ook Nijmegenaar, heb ik begrepen. Ik dacht dat hij Nijmegenaar was. Nee, hij was geen Nijmegenaar. Nee, was hij geen Nijmegenaar? Ja, nee. Nou, daar vergis ik me dan in. Maar ja, hij is ook lang burgemeester geweest. Hij heeft toen nog de Pierson-rellen meegemaakt. Heeft hij meegemaakt, ja. Jij ook dus? Nou, en die week was ik net met vakantie, ja. En dat kwam je goed uit, dacht ik, of niet? Wel en niet, want ik heb natuurlijk ook een stukje gemist toen. Ja, ja, maar heb je daar toen nog iets meegekregen van op het stadhuis, die Pierson-rellen? Ja, dat was geen leuke tijd. Nee. Nee. In wat voor zin was het geen leuke tijd? Angstaanjagend. Er gebeurden allerlei dingen die in het normale leven niet tegen zou komen. Ja. Waren mensen ook bang? Ja, er waren mensen bang, ja. 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 Er wordt nu een toneelstuk opgevoerd, heb ik in de krant gelezen. Uh-huh. En dan denk ik, het wordt een beetje geïdealiseerd. Want ik vraag me af of die mensen wel weten wat er allemaal gebeurd is, hè? Daar zijn de mening tussen de Nijmegenaren en de mensen die hier zijn. De Nijmegenaren die niet van oorsprong Nijmegenaren zijn. Heb ik persoonlijk wel eens het gevoel, hè, van dat er iets anders over gedacht wordt over de hele Pierson-rellen-affaire. Ja, dat is echt vreselijk. Het was gewoon oorlog. Ja. Kun je eens voorbeeld noemen van hoe mensen dan waren op het stadhuis in die tijd?
nou, vind ik een beetje moeilijk. Ja. Maar ja, de burgemeester kreeg bijvoorbeeld heel vervelende post thuis, ook met dingen. Ja, bedreigingen. Ja. Ja. En ja, je weet, de winkels in de binnenstad die zijn allemaal gebarricadeerd. Want ze waren allemaal bang dat er ruiten ingeslagen werden en zo. Nou, dat gebeurde dus ook. Dat gebeurde ook. Ik woonde toen zelf ook in die tijd, ik woonde vlakbij. Ja. Dus ik vond zelf ook een bedreigende tijd. Ja. Als geboren getogen Nijmegenaar was ik niet zo trots op wat er allemaal gebeurde. Precies. Zowel de ontruiming, maar ook wat daarvoor gebeurde door de hele groep. Maar goed, dan ben ik een van de weinigen misschien. Maar ik begrijp dat jij ook een beetje dat gevoel daarbij hebt. Nou, een beetje, nee. Echt, ik vond het echt erg. En ook de bepaalde politieke partijen vonden gewoon onbeschoft. Ja. Ja. Hey, gaan we even verder weer over Nijmegen. Je bent een tijd bij de gemeente dan gewerkt. Ja. En daarna ben je iets anders gaan doen. Ja, toen kreeg ik mijn jongste zoon, dus toen ben ik gestopt met werken. Maar toen ben ik secretaris geworden van de Vereniging Binnenstad Ondernemers, de VBO. In die tijd bloeide de vereniging echt heel, heel erg. Er waren heel veel ondernemers, winkeliers betrokken bij de VBO, omdat er een heel actief beleid was. In het begin met David Mulder als voorzitter. Geweldige man. Ja. Opgevolgd door Piet Hooghoff en die deed ook geweldig. Ja. 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 Want bijna al die binnenstadondernemers die waren dan nog lid van, hè? Of werd dat minder? Nou, we probeerden ze er wel allemaal bij te betrekken en er waren ook een hoop nieuwsgierigen en ze waren, denk ik, eerder genegen om lid te worden dan dat het nu nog is. Ja, ja, goed. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken van, je hebt allemaal franchisebedrijven, die doen daar niet aan mee, hè? Nee. Hoe lang heb je dat gedaan? 16 jaar. 16 jaar. Ja. Ja. En kun je eens voorbeelden, als we die vereniging niet hadden gehad, hè, van Vereniging van Binnenstad Ondernemers, of als die er niet zou zijn, wat zouden we dan missen in de binnenstad? Nou, zowel David als Piet hebben zich ook bemoeid met wijziging van bestemmingsplannen en zo. En als dat soort mensen dat niet gedaan had, dan was er qua beleid een andere invulling geweest. Wat voor een andere invulling? Kun je eens een voorbeeld geven? Ja, dat gaat te ver terug om dat nog allemaal te bedenken. Maar je zou het kunnen vergelijken met nu is er even sprake van geweest dat er een groot winkelbedrijf zou komen ergens tussen Nijmegen en Arnhem. Ja. Ja. Nou, als daar zeg maar iets zou overgenomen worden van het belang van winkeliers in de binnenstad, dan vind ik dat een slecht beleid. Ja. En dat is dan iets waar ze in die tijd voor gevochten zouden hebben. Hoe kijk je, goed, je hebt dat 18 jaar, heb je daar, hè? Heb je in die Vereniging van Binnenstad Ondernemers gezeten. Is het nou goed met de binnenstad of niet? Ik vind het nog steeds een leuke binnenstad. En ik vind ook dat het de diversiteit van de winkels heel leuk is. Ja, maar als dan zo'n groot bedrijf als de V&D verdwijnt, dan moet je toch wel achter het oor krabben wat er allemaal aan de hand is. Ja. Maar hoe zie je de toekomst voor die binnenstad van Nijmegen? Ja, ik denk dat het best wel weer goed komt. Ik denk ook dat er een heleboel wordt weggehaald door internetkopers. Mm-hmm. Die daarom niet meer naar de stad komen. Ik kan me niet voorstellen dat blijft. Ja. Goed, Vereniging Binnenstad Ondernemers. Ja. En toen? Stichting Nijmegen Cultuurstad. Dat heb ik 3 jaar lang gedaan. Dan hebben we ieder jaar een festijn in de binnenstad georganiseerd. Intro heette het. Intro. Geloof ik. Muziek, theater, alles, ja, hè? Ja. Alles op cultureel. Allemaal hele leuke dingen. De Torendag hebben we geïntegreerd. Er waren fado-zangers uit Portugal. Wout Pennings heeft toen speciaal daarvoor een stuk geschreven wat zij gingen zingen. Je kon schilderijen maken en dan moest je je melden bij het arsenaal. En dan voor een bepaald tijdstip, wie het mooiste schilderij had, kreeg 1000 of 2000 euro. Nee, gulden natuurlijk nog. Ik weet het allemaal niet. De hele stad was vol. Het liep als een tierenlier. Echt heel erg leuk. Maar het is niet meer intro, of wel? Nee. Ja, toch jammer. En ik ben zelf gestopt omdat ik toen begon met het Nijmeegs offensief tegen kanker. Ja. Dat heb je toen gedaan? Ja, dat heb ik 7-8 jaar gedaan als secretaris. Ja. Geweldige stichting. We hebben 1,4 miljoen opgehaald voor de immunotherapie in de Radboud. Vanuit Nijmegen? Ja, allemaal ondernemers uit Nijmegen. Ja.
Ja, maar eigenlijk, iedereen zegt van Nijmegen heeft eigenlijk niet van die hele grote bedrijven. Eindhoven heeft Philips en meer grote technobedrijven. Maar Nijmegen heeft eigenlijk niet om te sponsoren. Je hoort ook veel signalen van, dan gaat het van het niveau tot de carnavalsclub die sponsoring nodig heeft. Tot NIC, dat is dan een ander niveau. Ja. Maar ja, is het niet ontzettend moeilijk voor Nijmegen om geld binnen te halen? Want zulke grote bedrijven hebben we helemaal niet. Nee, maar we hadden een fantastisch bestuur. Het bestond uit 9 personen. En iedereen had een geweldige kring mensen om zich heen. Die wel allemaal genegen waren om te sponsoren. En sommigen, nou, we hadden een Careholders Foundation. Mm-hmm. Dat was toen uitgedacht in de tijd door Dick Bos. Er waren mensen of bedrijven die ieder jaar 1000 of meerdere stukken van 1000 euro betaalden. En dat deden ze 4 jaar lang, dat legden zij van tevoren vast. Er waren er ook die namen 10 stukken tegelijk, dus 4 x 10, 1000 euro. En dat waren de grote ja, mensen maar die wel dan, in Nijmegen zijn. Praat je dan voor de tijd, voor de economische crisis, voor 2008? Of, voor 2008. Want daarna is het allemaal weer minder geworden natuurlijk. Ja, maar dat had hier niks mee te maken. Deze mensen vonden dit allemaal een enorm goed doel. En vaak waren het ook privépersonen. En we hebben ook heel veel goede acties gehouden. Allemaal heel origineel, zeg maar. Die door de mensen zelf allemaal bedacht zijn. Ja. En nu? Oh ja, en nu. toen heb ik even niks gedaan, toen ben ik bijkomen. En toen ben ik in de ledenraad van de Rabobank gegaan. En de ledenraad heeft verschillende commissies en ik zit in de commissie coöperatiefonds. En wat is dat? Nou, de coöperatiefonds heeft een budget van 380.000 euro per jaar. En die mogen besteed worden aan projecten of clubs, verenigingen, stichtingen, maakt niet uit. Die iets bedacht hebben en die een aanvraag kunnen indienen en dat wordt dan beoordeeld door de commissie. Zijn dat mensen uit Nijmegen die ja, in de club zijn? Ja, mensen wonen in Nijmegen. Ik woon in Malden, daar zit het verdeel. Die club, en die beoordelen dan van, nou, dat vinden wij een goed idee. Ja. Ja, en die vrijheid hebben ze ook. Door te zeggen van, nou, we vinden dat zo'n goed idee. Ja. Nou, die willen bijvoorbeeld 2.500 euro hebben. Ja. En die kunnen dan bij jullie terecht. Ja, die kunnen een aanvraag indienen. Kun je op de website kun je een kopje coöperatiefonds intikken. Dan staat op hoe je dat moet doen. Zijn er meer aanvragen als dat er middelen zijn, dus geld is? Of? Ja. Dus mensen weten wel de weg te vinden. Heb je de indruk dat iedereen die weg vindt? Want voor mij, ik ben heel eerlijk, voor mij is dit weer even nieuw, hè? Nee, maar daarom vertel ik het nu. Ja. Want niet iedereen weet het, maar de mensen die in die ledenraad zitten, het is ook te bedoelen dat ze dat uitdragen. Ja, maar kijk, ik denk dat er iemand die van cultuur en zo, die zal zijn weg wel weten te vinden. Maar goed, ik kan me voorstellen, mensen bijvoorbeeld in een wijk of wat dan ook, ja, die iets zoeken. Nou, er worden heel veel vragen ingediend voor bijvoorbeeld speelplaatsen, speelpleinen. En wie zijn dat? Zijn dat dan wijkraden die dat doen? Of scholen. Scholen. Dus daar is ruimte. En er wordt gewoon een afweging dan gemaakt. Ja. En dan wordt er ook gezegd, nou, zoveel budget. En dan. Ja. Goed. Hey, Katie, nou, Nijmegen, tot slot. Je woont nu in Malden, maar wil je nog eens een keer terugkomen naar de binnenstad of zeg je van nou? Nee, ik vind Malden heerlijk, lekker rustig. Heeft ook een mooi winkelcentrum. Ja. Is de Rabobank trouwens ook heel erg mee bezig om daar een beetje, dat is een beetje leegstand en om dat beter ingedeeld te krijgen. Maar eventueel weer terug naar Nijmegen, dat zit er dus niet, hè? Je zegt, je blijft liever dan in Malden wonen. Ja. Maar je laat die binnenstad toch niet los als je hier geboren getogen bent? Nou, ik heb natuurlijk nog steeds de Gelderlander. Ja? Dus wat er allemaal rijlt en zeilt, dat lees ik wel. Ja. En als er iets leuks is of iets wat me interesseert, dan ga ik er ook wel naartoe. Ja. Maar wonen lekker buiten de stad vind ik heerlijk. Maar winkelen en je zegt specifiek, ik ga uit in Nijmegen nog. Of ik ga nog, pak nog eens een terrasje in die binnenstad. Ja, doe ik weinig. Weinig. Ja, ja, nou tot slot Katie. Als je Nijmegen nou zo in zijn totaliteit ziet. Wat zou je, als je de mogelijkheid had en je kon het. Wat zou je dan in die stad nog een keer willen veranderen? Wat moet er anders? Wat zou je zeggen nou, laten we daar nog eens een keertje de nodige aandacht aan besteden, want dat is nog niet goed. Nou, of zeg je van,
Ja, eigenlijk is dat best zo. Nou, ik vind dat een hele mooi. Kijk, moet je zien wat je, waar je hier naar nou op kijkt, wat er allemaal gebeurt. Ja, die nevengeul. Dat is allemaal geweldig. Ja, dat is natuurlijk, ja. En hier, ja, zoals die benedenstad, die is nog ontwikkeld in de tijd dat ik dus bij de gemeente zat. Mm-hmm. Die is toen bedacht en later gebouwd. Ja, dan ziet het er ook allemaal fantastisch uit. Dus jij zegt eigenlijk van nou, Nijmegen doet het zo slecht nog niet. Nee, dat vind ik helemaal niet. Nee. Tot slot. Ja. Als je nou in één woord Nijmegen moet typeren. Nijmegen, halleluja. Ja, ja. Hartstikke fijn dat je hier was, Katie. Ik zou zeggen, want het is de eerste keer dat je hier bent. Ja. Maak gebruik van deze kans. En ja, ik ga het doen. Loop het gewoon eens een rondje en kijk eens hoe die stad er nu uitziet van deze hoogte. Ja. Katie, hartstikke bedankt. Jij ook hartstikke bedankt. En tegen de Nijmegenaar zou ik zeggen, coöperatie, Leden Rabobank, en dien uw aanvraag in. Want, ja, nee, heb je ja kunnen krijgen. Dat bedoel okay. ik. Oké. Okay. Hey, ik zou zeggen, loop een rondje en geniet van het uitzicht. Tot ziens. Op voeten gaan. Ik wil nog één keer die zijn steven heuren slaan. Volg ons online via Facebook @altijdn1, op onze website n1.nl of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd n1.